weer een nieuwe aardbeidsvlog. In deze vlog gaan we iets superleuks doen. Je kan het namelijk meteen gebruiken. We gaan namelijk een sleutelhanger maken. Van kraaltjes en lintjes. Nou, wat heb je nou nodig? Dat staat onder andere hieronder in de beschrijvingen, maar ik leg het ook even uit. Namelijk om te beginnen een sleutelhangerring. Dat ziet er zo uit. Gewoon een ring. Verschillende lintjes. Ik heb even gekozen voor paars en roze. En ik heb ze vast geknipt. En bijvoorbeeld kant. Dat is deze. Een sieradenkoord of een soort veter. Dat is dit. Dat is een beetje van leer en wat dunner. En een kwastje heb ik voor gekozen. Dat is deze. Dan heb je nodig een stukje metaaldraad. Ik denk niet dat je dat goed kan zien op de camera. verschillende kraaltjes heb ik. Ik heb ze even een deksel gedaan, anders dan vliegen ze hier alle kanten op. En wat belangrijk is, is een knijpkraaltje. Ja, hij zit tussen mijn duim en wijsvinger, maar je kan het waarschijnlijk echt niet zien. Wel heel belangrijk, het is een heel klein kraaltje en die moet je aan het eind, als je hebt gereigd, met een tangetje. Dat is tot slot heb je die nodig. Met een tangetje moet je die aanknijpen. En dat zien we straks, dat leg ik even stap voor stap uit. Laten we beginnen. Alright, nou, ik ga beginnen. Ik pak eerst de lintjes en die leg ik even met de verkeerde kant, zeg maar, op zijn kop leg ik die op elkaar. Zo, dit vind ik leuk. En dan het stukje kant erover. En die doe ik dan door de sleutelhangerring, doe ik die heen. Zo, totdat die in het midden zit. En de truc is dat je dan, pak je de veter. En die strikje, die leg je er even achter. En daarmee strik je de lintjes vast. Dus ik maak hier nu een knoop in. Dubbele knoop is handig, want dan blijft hij goed vastzitten. Zo. Nou, nu heb je eigenlijk al een superleuke sleutelhanger. Maar we gaan natuurlijk wel nog even hem nog extra versieren. Ten eerste kan je dan het kwastje eraan hangen. Nou, dat is super simpel. Dat is gewoon een kwestie van eraan rijgen. En dan kunnen we leuk de kraaltjes eraan rijgen. Dus ik heb hier een stukje metaaldraad. Die doe je er net zoals de lintjes doorheen. En dan heb je een dubbele draad. Aan die dubbele draad ga je de kralen rijgen. En let op, eindig met het kleinste kraaltje. Deze moet je even ook bewaren. En natuurlijk moet je het knijpkraaltje, dat is deze mini kraal, deze. Die moet je even bewaren. Nou, ik begin met blauw. Dus ik doe ze door, beide draden doe ik door de kraal heen. En nou, rijg maar. Dus dit is het kleinste kraaltje en dan komt het knijpkraaltje. Ik heb niet meer dan 10 kralen gebruikt, want dan, anders wordt het wel een hele lange sleutelhanger. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Nou, ik heb nu het knijpkraaltje als laatste. Dan heb je even het tangetje nodig. En als het niet lukt, vraag even aan je vader, moeder, grote broer, zus of iemand anders of die kan helpen. Je knijpt hem een klein beetje aan. Zo, nu zit hij goed vast. En dan? Zo, hier heb ik de schaar. Dan knip ik het uiteindje af. Nou, ik kan nog wel iets meer. Zo. Nou! En dan heb ik een prachtige sleutelhanger. Tada! Zo ziet hij eruit. Nou, zoals ik al zei, kan je de
sleutelhanger meteen gebruiken. Dus ik ga hem ook lekker meteen aan mijn sleutelbos doen. En is het jou nou gelukt om ook een sleutelhanger te maken? Dan zijn we heel erg benieuwd. Dus zet het in de comments hieronder. En vond je dit filmpje leuk? Geef ons dan een duimpje omhoog. En je kan je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal. Nou, dan zeg ik tot de volgende vlog. Doei!